Het ziet er vet eng uit. Dat heeft een naald. Knolpower. Hey dames en heren, toch dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Goedemorgen. Ik heb ontbijtje gemaakt voor jou. Met een eitje en sausijzenbroodjes en meloen. Het ziet zo lekker uit. Ik heb gewoon niks doorgehad. Ik zat in zo diep slaap. En ik doe mijn ogen open en ik zie in één keer lekker sappig eitje. Eet smakelijk. Wow! Ik was heel stiekem films aan het kijken in plaats van leren. Betrapt, D! Daarom heb je ons slecht geweten en dan... Ik heb je echt in een hele lange tijd niet zo hard zien schrikken. Ik jou wel. Ik wil je nog wel even heel erg bedanken voor het ontbijtje. Het was echt geweldig. Heel veel liefde en kusjes. En ik ga je op deze manier de hele dag door laten schrikken als je iets anders gaat doen dan leren. Want je moet echt leren. Dat is niet eerlijk. Jij leert ook niet. Ik leer wel. Wat dan? Als ik bijvoorbeeld een presentator moet zijn voor een dag, dan leer ik mijn zinnetjes. Ja, iedereen moet zijn huiswerk doen, Dee. Ga weg, laat me. Ik heb echt heerlijk ontbeten vandaag, is het niet normaal. Jullie zagen zo net wel dat ik nog even moest wakker worden. Maar na de douche die we hebben genomen, ben ik wel helemaal opgefrist en wakker geworden. Dus ik ga nu weer naar mijn eigen computer lopen, waar ik net dus vandaan kwam. En dan ga ik weer even een video editen. Zo zijn we allebei, tenminste ik en hopelijk vanaf nu ook Dee, goed bezig. Eventjes het ontbijtje van vanochtend opruimen. We moeten wel proberen om alles een beetje schoon te houden, want het duurt niet lang meer of we gaan dus echt naar het buitenland toe. En we zijn jullie al aan het warm maken een paar dagen. Dan hebben we het er elke keer over. We gaan naar het buitenland, we gaan naar het buitenland. En wij vinden het gewoon heel erg spannend. Dus vandaar dat we het elke keer aan jullie vertellen. Maar als we alles hier een beetje schoon houden, dan is dat wel heel erg fijn. Want als je thuis komt en je komt in één grote bende, dat is heel erg vervelend. Dus ik denk dat we, voordat we weggaan, zelfs nog even mijn bed gaan verschonen. Want hoe lekker is dat? Je komt thuis een heerlijk schoon bed. Het is natuurlijk allemaal eventjes wat werk, maar dan heb je er ook wat voor terug. Maar dat is eigenlijk, denk ik, met alles zo in het leven. Je moet er gewoon keihard voor werken en dan krijg je er altijd wel wat voor terug. Af en toe even pauze houden en heerlijk in bed gaan liggen. Raampje open, zon schijnt. Wat een heerlijke dag zeg. Dit is wel echt erg trouwens als ik naar het plafond kijk. Bloedvlek, bloedvlek, bloedvlek. Hier een hele mooie spin. Hallo spin. Wow, wat doet hij? Wat doet hij? Die spin wordt helemaal gek. Wat is dit? Doe normaal. Doe rustig. Goed zo. Ik zal je wel niet meer aanraken, oké? Ik laat je met rust. Doei. Wat kom ik tegen hier terwijl ik rondjes aan het rijden ben op de Swagway? En zoals je merkt word ik gewoon nog steeds beter in. En dat is super nice, want ik denk dat we ooit een keer een soort van parcours moeten maken en dan die parcours moeten afleggen en dan een soort van wedstrijdje moeten houden met een paar vrienden. Ik denk dat het echt super lachen zou zijn. Maar wat ik hier tegenkom, dames en heren, het licht staat nog aan en dat is super zonde. Die zijn Dee en ik waarschijnlijk gisteravond vergeten. En dat is even... Jij moet niet zo tof doen tegen mij. Ja, tegen mij. Tegen wie? Tegen mij. Jij komt hier zo praten tegen mij? Anyways, mijn moeder die zei altijd tegen mij: Enzo, het licht uit. Enzo, de televisie uit. En toen kreeg ik ooit een televisie. Dat was echt zo'n kleine vierkante beeldbuis televisie met zo'n fucking grote achterkant. En die had een timer erop. Wow, dat was vet spectaculair. Want als je dan s'avonds tv aan het kijken was, dan kon je de timer erop zetten. Dus hij valt over 60 minuten valt hij uit. En dan viel ik dus meestal binnen een half uur wel in slaap. En dan na dat half uur weer, ploep, viel de tv uit. En dan was alles relaxed en dan was mijn moeder niet boos. Dus dat was altijd een goede oplossing. Toch denken er heel veel mensen niet aan om iets uit te gaan doen. Zoals gisteravond heb ik wel de verwarming uitgedaan, maar dus niet het licht. En dat is gewoon zo zonde. Net zoals mijn computer, die laat ik ook veel te vaak aanstaan. Ik heb laatst mijn computer uitgedaan en dat was de eerste keer sinds 3 weken. Ten eerste, het is super slecht voor de computer. En ten tweede, het kost gewoon best wel wat geld. Omdat het natuurlijk heel veel stroom nodig heeft, zo'n computer. Dus dat zijn gewoon even een paar tips die ik jullie kijkers meegeef. En ik denk dat als jullie bijvoorbeeld bij je ouders wonen, dat je ouders daar ook super blij mee zijn als je daar een beetje rekening mee zouden houden. En voor alle studenten bijvoorbeeld. Ik weet dat het sowieso al heel erg veel geld kost om op jezelf te wonen of om op kamers te gaan. Ergens, bij een studentenvereniging of wat dan ook. Dus ook even een tip voor jullie meteen. Het kan trouwens zo zijn dat er heel veel mensen al aan denken natuurlijk. Hè? Dus voor de mensen die het altijd al doen, shout-out naar jullie. Wat staat er in de koelkast? Heel veel spullen. De koelkast moet je ook blijven vullen, anders heb je geen eten. En dat is kut, dat moest je eens weten. Wat zal ik hier nu uitpakken? Ik ben een jongen en draag nooit hakken. En ook liefst geen pakken, want die zitten heel erg kut. En daar hou ik het bij. Ja, maar even serieus. Ik heb nog iets heel erg leuks van Praag. Daar komt het, mijn speciale drankje. Het is Hello Kitty. Ik ben heel erg benieuwd of dit lekker is. Daar gaat hij. Oh, wat ruikt dit zoet zeg. Het zal wel één grote ellende zijn van suiker. Zo. Pijn aan mijn elleboog. Het is echt heel erg zoet. Dat is niet normaal. Zoveel suiker. Ik ga het geen eens verder opdrinken. Ik ga het nog wel even laten proeven aan D. Als ik niet aan het leren was. Ja, maar dat kan ik niet zien vanaf beneden. Wat ben je aan het leren? Economie. Wat leuk. Je moet iets proberen. Check dit. Neem een slokje. Ik ben echt benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je iets ingaan? Nee. Jezus. Ja, dat is echt niet normaal. Holy shit. Ik voel mijn kiezen weggerotten. Precies, zoveel suiker. Zal ik het maar weggooien? Ja. Lekker. Nee, ik ook niet. Ik heb het drankje in de wc gedaan en moet je nu kijken hoe raar dat eruit ziet. Ah. De Minecraft aflevering is heel erg goed gelukt. We hebben niet alle potjes gewonnen. Ah. Maar wees niet getreurd. We hebben wel een super gave aflevering opgenomen. Het was echt een spektakel. Yay! Dit was echt te slecht gewoon. Ik ga even voor wat afleiding zorgen. Dedy heeft een hele tijd geleden iets besteld. En dat ligt nu al heel erg lang hier bij mij thuis. En we hebben het dus nog niet gebruikt. En we gingen wachten op een ideaal moment om dus even dit uit te proberen. En ik denk dat het nu is, want deze is nog steeds heel erg hard aan het leren. Maar we gaan iets heel bijzonders doen. En ik vind het nogal spannend. Dat zijn alle spullen die we nodig hebben. Dit soort dingen is altijd zo belangrijk dat je gebruiksaanwijzing leest. Want ik heb wel heel snel dat ik gewoon denk van, oh ja, ik weet wel hoe dat moet. Maar heel snel verpest je het dan ook. Oh shit. Nee, stop. Stop. Dat is niet de bedoeling. Wow. Hij leeft nog. Het wordt echt heel erg spannend, dames en heren. Misschien was het al duidelijk, maar een henna-tattoo bij mij laten zetten. En misschien straks ook nog eentje bij D. Alleen we gaan dus naar het buitenland en er is heel veel zon. En zoiets blijft wel voor 2 weken staan, maar we wilden het gewoon een keer uitproberen. Het is wel natuurlijke henna-tattoo gel. Dat is wel belangrijk, want je hebt ook heel veel shit die heel slecht is voor je huid. Ja. Deze is bewezen niet slecht voor je huid. Oké, dat scheelt heel erg. Hoe gaat het eruit? Oké, schatje, ik ga met de naald in je prikken. Nee, fuck jou. Oké, wat gaan we zetten? Wat gaan we überhaupt zetten? Ik wil het Knolpower logo. Oké, we hebben een discussie gevoerd. Ik ga toch niet het logo maken, want dat gaat sowieso mislukken. Dus ik ga gewoon iets van Knolpower neerzetten. Zo. Oh, dat is koud. Dat is heel koud. Het ziet er vet eng uit. Dat heeft een naald. Ja, maar hij gaat niet in je vel. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Het is duidelijk gewoon een naald. Ja, maar kijk, als ik dan zo vast heb met die handschoenen, dan ben ik ook echt een soort dokter. Het is wel belangrijk dat je het zo droog houdt, hè? Je mag 2,5 uur niks aanraken met deze voet. Dus wil je nog schoenen aan vandaag? Nee. Oké. Je hebt het ook helemaal niet getest. Je doet het gewoon in 1 keer. Tuurlijk. Ik vind dat D wel heel erg goed kan tekenen. En ze is ook echt een persoon die dit gewoon kan, vind ik. Dus ik ben wel in volle vertrouwen. Behalve... Het enige nadeel is dus wel, hè. Ik ben links en je schrijft altijd van links naar rechts. Dus nu heb ik de helft van het woord. En moet ik echt helemaal mijn arm zo eromheen. Omdat ik anders over de rest heen ga. Ja, dan veeg je dat weg. Ja, en dat had ik altijd voor. Ik mocht ook nooit met een vulpen schrijven. Zo onaardig was het. Want ik vond echt mijn hele schrift was één blauwe veeg van alles wat ik eroverheen ben gegaan. Ik denk dat meerdere linkshandigen dat hebben. Maar ik vroeg me dus af, hè. Arabisch schrijf je van rechts naar links. Dus als je dan rechts bent, heb je dat probleem. Maar de meeste mensen zijn rechts. Yep. Als jij weet hoe dat allemaal zit, let us know. Is hij klaar? Ja, zal ik het laten zien? Ja. Yeah. Knolpower. Het is wel heel belangrijk dat je nu je voet echt droog en stil houdt, hè? Wat? Niet zo bewegen met je vel. Het is wel echt heel cool. Oh mijn god. Nu moet ik serieus zo 2 uur? Ja, zorg dat je nergens tegenaan komt. Oh, ik ben best wel lenig. Ja, best wel. Kan mijn grote teen... Nee, doe nou niet. Don't take any risks. D wil dit gaan proberen. En ik ben heel erg benieuwd of het je gaat lukken, D. Ik ook, maar ik moet eerst die ellendige... Ik heb echt meelijden met alle dokters in Nederland. Oh, hebben die vast wel betere handschoenen dan dit. En die hoezo niet opnieuw te gebruiken. Oké, laat mijn plaatje zien. Oké, opnieuw. Hoezo opnieuw? Ja, ik heb er geen goed gevoel bij. Nice. Nou, hoe kan ik dit nou gewoon... Ik ben op bed aan het leren, hè? Dus hoe kan ik dit nou gewoon niet... Met het bed en aan. Moet ik echt de hele tijd zo blijven zitten? Yep. Ja, wat denk je van mij? Nou, jij gaat zo achter je bureau zitten. Ja, dat is waar. Nou, we zien elkaar over 2,5 uur. Jo, later. Nou, Deetje. We zijn letterlijk 2,5 uur verder. Ja. En hoe ziet het eruit? Nice. Hij is echt heel erg mooi geworden. En de allermooiste zit op je pols. Check deze, dames en heren. Deze vind ik zo ontzettend mooi. Maar de tip was wel dat ik hem... er morgen pas af moest was omdat deze zo klein is en op zo'n gevoelige plek zit. Dus ik ga hem er gewoon de hele nacht op laten zitten en dan ga ik morgen kijken hoe die is geëindigd. Ik ben heel erg benieuwd. En hier mijn voet ziet er ook heel erg goed uit. Mag ik eens kijken of het droog is? Ah ja, het is wel droog. Ja? Want jouw is best wel dik. Kijk, mijne zijn allebei heel dun. Klopt. Maar jouw is best wel dik. Maar oké, we gaan het eraf wassen. Wassen met? Warm water. Oké. Ik ben dan ook wel echt blij als ik weer een sok aan kan doen, want ik heb een koude voet, dat is echt niet normaal. Het is wel zo dat je echt pas na ongeveer 12 à 24 uur echt het resultaat ziet. Oh, dat is lekker. Oh, dit voelt zo lekker. Het is wel raar hoor. Ja, is het apart? Weet je hoe het voelt als zeewier? Zeewier? Oh ja, je ziet het wel heel licht, ja. Het ziet er nu heel erg lichtjes uit, maar dat wordt dus nog donkerder. Ik hoop het. Ze zeggen van wel. Dan is die VL helemaal licht, denk ik, omdat die VL veel dunner was. Ja, we gaan het zien. Normaal gesproken zit D bij mij op schoot, maar nu zit ik lekker bij D'tje op schoot. Het is fucking zwaar. Valt wel mee, toch? Daar heb ik altijd, hoe later het wordt, hoe meer ik dit krijg. Dus eigenlijk schoolstem. Ja, eigenlijk is het ook nooit goed als ik 's avonds moet zingen, want dan krijg ik soms gaap of zo. Ja, maar hoor je dat ook? Want ik hoor het zelf heel erg, maar het kan zijn dat jij het niet hoort. Nee, ik let er ook niet zoveel. Hi, ik ben D. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Wij gaan nog heel eventjes een Minecraft video met z'n tweeën opnemen. Dus dat wordt super leuk. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet vooral niet te lachen. Dat is heel erg belangrijk. En dan check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. En dan zeggen we zoals altijd. Dikke, vette peace. Knolpower.